Welkom weer op Lekker Lopen TV. Vandaag maken we weer een filmpje in het kader van Waar loop jij warm voor? Ik ben in Ede bij het natuurcentrum en daarnaast is een hele speciale tuin, de Heemgaard. Daar is Lia aanwezig en aan Lia ga ik vragen waar zij warm voor loopt. Waar loop jij warm voor? Dat kun je wel zien. Voor deze tuin en met name loop ik warm voor het feit dat we het met elkaar doen. We zijn hier met een ontzettend leuke groep mensen. Mensen die niet zo makkelijk in het normale arbeidsproces zomaar een plekje vinden. En hier met elkaar maken we die plek wel. En ondertussen maken we gewoon met elkaar een prachtige eetbare tuin. Daar loop ik heel erg warm voor. Ik zit hier al sinds, bijna een jaar nu. Ja, wat natuurlijk heel leuk is. Want een jaar geleden begonnen we hier eigenlijk net. Toen zag je hier alleen nog maar op het grond een beetje karton liggen. Want dat is wat we hier doen. We hebben eigenlijk gewoon op een grasveld karton neergelegd. Met... compost eroverheen, bladcompost, hebben we een paar keer opgemaakt. Ja, ik heb dat helemaal meegemaakt eigenlijk van begin tot nu. En dat is natuurlijk heel leuk. Ja. Nou ja, er staat inderdaad echt heel veel na één jaar. Het is echt een metamorfose. Ik heb 40 jaar lang van allerlei andere dingen gedaan, heel nuttig. Loopbaancoaching, HR-werk van allerlei, altijd ontwikkeling van mensen. Samen met mensen ontwikkelen, zo kan ik het beter zeggen. En in coronatijd werd ik 55 en toen dacht ik, hoe lang ga ik nog wachten? Wanneer ga ik dit nou eens echt doen? En toen heb ik met mijn collega waar ik al mee samenwerkte gezegd, we gaan het gewoon doen. En toen konden we op deze plek beginnen. Dus we zijn nu precies een jaar bezig. En dit is wat we aan het doen zijn. Ik was Japanse duizendknoop aan het weghalen. En ja, die woekert nogal, dus die wil je niet hebben. Ja. Jij werkt hier ook af en toe? Af en toe, ja. Dat komt. Ik ben eigenlijk afgekeurd op dit soort werk, op basis van hart-longproblemen. Maar het is ook gewoon fijn om een plek te hebben waar je heen kan. En ik vind het wel leuk om te doen, dus meestal kom ik hier een beetje voor de lichte klusjes. Het is in de tuin van het natuurcentrum. Er is een stuk natuurtuin, er is een poeltje en hier achter de heg hebben wij vier kleine akkertjes die wij met elkaar bewerken. Er is een kruidentuin, een eetbare tuin waar groenten zijn en eetbare bloemen. We hebben nog een granenveldje en we hebben nog een veldje wat nog in ontwikkeling is. Waar nu de composthopen zijn, waar de pompoenen groeien, waar de aardbeien staan en dat is nog verder in ontwikkeling. Nou, ik kom hier twee dagen in de week, op de dinsdag en de woensdag. En eigenlijk, het is elke keer weer anders. Weet je, ik ben hier begonnen in maart, dus dat is het voorjaar. Toen zijn we begonnen met natuurlijk alles planten en dan vanaf het begin. En je gaat zo door de seizoenen heen en je gaat met de seizoenen mee. Dus elke keer is er weer iets anders om te doen. En dat houdt het interessant, toch? Ja, want jij doet niet alleen in de tuin, jij werkt ook binnen en met andere dingen. Ja. Met een computer in ieder geval, met een laptop. Ja, ik ben op dit moment bezig om een soort van een filmpje te maken ook voor de tuin. Om een beetje mensen een idee te geven van wat we hier nou doen. Ja. Een beetje sfeer proeven. Dus het is leuk en dat wordt aangemoedigd hier vanuit Jan en Lia. Dat je je eigen ding ook een beetje kan doen hier zo. Ik heb pas gestudeerd, toen ben ik daarmee gestopt en uiteindelijk... Ben ik via YourCube ben ik hier terechtgekomen. En mensen kunnen hier ook dingen kopen? Ja, de opbrengst uit de tuin verkopen we hier. We hebben nu bijvoorbeeld de pompoenen op het terras staan. Als een soort honestie shop. Dus er staat gewoon een geldkistje bij en daar kan je geld in doen. Nu zijn het de pompoenen, maar we hebben de hele zomer gewoon gegeten uit de tuin. De snijbiet staat hier nog achter jou. Dus dat verkopen we ook. En eten we zelf ook van. Bedankt en ik ga nog even verder rondkijken. Nou, graag gedaan. Kijk rustig rond. Bedankt. Geniet ervan.